volgens parlementariër Jennifer Vreedzaam is de parlementariër Mahinder Jogi bezig om de mensenhandel, mensensmokkelbeleid van deze regering te verdedigen. Waar Jogi mee bezig is, zijn rookgordijnen trekken, zodat deze zaken dan een andere wending krijgen. Maar parlementariër Vreedzaam blijft erbij dat de manier hoe mensen, en dan heeft hij het niet specifiek over de Indiërs, maar de manier hoe mensen nu het land binnenkomen, dat dat niet altijd zuiver is. Als ik echt meneer Jogi moet antwoorden, mijn collega moet antwoorden, dan denk ik dat hij uit Suriname echt gaat vluchten. Echt waar. Wij hebben hier aangekaart in DNA. We zien, en mijn collega's hebben dat ook gezien, dat er mensen zijn, we hebben via de app berichten gehad, we hebben foto's gezien, waar we zien dat onder andere Indiërs naar Suriname komen. We weten dat Afrikanen zijn gearresteerd in Albina. We hebben gesproken in de tijd over de Haitianen. Waarover praat meneer Jogi? Waarover praat meneer Jogi? En we hebben, het is toegestaan dat hij die uitspraken doet en aangeeft van ja, de andere leden, het Vreedzaam, Jones, etc., niet van Indiërs houden. Is dat zo? Wanneer een lid op die tour gaat, weet je wat het voor mij betekent? Dat één, je bent bezig een rookgordijn op te werpen. Omdat we het duidelijk hebben aangegeven. En ik heb ook gevraagd, ik heb een brief geschreven naar de PG over mensensmokkel. Er is nog geen antwoord en onderzoek geweest. En we zien nu wat er gebeurt. En in plaats dat lid Jogi het ondersteunt en ook vraagt aan de regering, regering, wat gebeurt er? We zien een groot aantal personen uit verschillende landen komen naar Suriname. Wat gebeurt er? Illegaal. Dan is er toch iets mis. Dan kan je me niet komen zeggen dat ik tegen Indiërs ben. Dat betekent je bent bezig een rookgordijn op te werpen. En je bent bezig de regering te verdedigen. Dat je bezig bent te verdedigen het smokkelbeleid van deze regering. Want nu heb ik begrepen dat de mensen hun paspoorten gewoon krijgen. Kan dat? Kunnen mensen die alvast vanaf uit een bepaalde land komen, ze komen vanuit Nederland of wherever, en ze stappen in zonder de nodige documenten, zonder incomplete documenten. Dat betekent dat er iets gaande is. Ze komen hier op Sanderij, ook incomplete documenten. En wat gebeurt er? Ze krijgen hun paspoort, ze krijgen papieren in orde. Gaat dat zo? Het is tegen de wetgeving, is tegen onze internationale rechtsgang. En dat kunnen we niet toelaten. Dat omdat we dat, die zaken aankaarten, dan komt lid Jogi mij zeggen dat ik tegen de Indiërs ben. Het kan niet. Laat de samenleving begrijpen de tactiek achter dit geheel. Het tactiek van de VHP. Lid Jogi is lid van de VHP. En heeft waarschijnlijk, ik zeg het elke keer, dat is die inborst. Dat is die inborst van die partij waaruit hij komt. Tactieken, rookgordijnen opwerpen, manipuleren. Want doordat hij dit heeft gezegd, manipuleert hij de samenleving. Hij manipuleert het gedrag van die samenleving om te denken van, ah, Safrizam Itaki Anobo en allerlei dingen. Het kan niet, we kunnen zo niet doorgaan. En nota bene, wanneer hij dat zegt, wanneer je zegt, en er zijn racistische uitspraken, betekent je bent bezig de rassenhaat te bevorderen in deze samenleving. En als we niet oppassen, zijn het de mensen zoals Lid Jogi die een burgeroorlog in dit land gaan beginnen. Omdat ze dat doen, terwijl het zaken zijn tegen het soevereiniteit van dit land. We moeten ons land, we moeten dit grondgebied beschermen. Er zijn internationale regels. Er zijn internationale afspraken hoe het verkeer moet zijn. Toch van land tot land.
En we zijn bezig dat gewoon te vertrappen. Ik heb ook met de collega parlementariër van Samson gesproken. En hij zegt, deze mensen die nu het land binnenkomen, zijn gewoon toeristen. Zonder papieren? Laat meneer van Samson zijn taxi gaan rijden hoor. Echt waar. Laat hij liever taxi gaan rijden. Want hij komt ook gekke uitspraken hier doen. Terwijl hij bliksems goed weet wat er aan de hand is. Je kan een toerist. Je kan niet zonder papieren reizen. Het is onmogelijk. Als ik als toerist ga naar Brazilië of wherever, of naar Amerika of naar Nederland. Of, ik kan dat niet doen. Ik bedoel van, dat, ben je, dat betekent, je participeert in internationale wanorde. Je creëert dat. Je creëert die wanorde in Suriname. Maar ik kan het best wel begrijpen hoor dat meneer Van Samson dat zegt. Omdat hij meegaat met wanorde in het land. Regels en regels, procedure, wetgeving wordt aan de kant gezet door deze gasten. En het is duidelijk voor mij wat meneer Samson zegt, echt waar, is weer een bewijs. Het denken. Het bewijs dat Suriname niet op de eerste plaats staat. Het bewijs dat soevereiniteit van dit land gewoon ter grabbel wordt gegooid. Het bewijs dat ze niet serieus zijn. Het bewijs dat ze gewoon chaos willen creëren. Het bewijs dat men niets te maken heeft. Wat er gebeurt in dit land en wat er gebeurt met die samenleving. Dat is voor mij het bewijs. En we kunnen zo niet doorgaan. Je kan niet gaan zeggen dat als land, als onze vliegtuigmaatschappij SLM, die ons devise inkomsten moet genereren, helpen genereren. En dat toestaan dat ze zonder regelgeving, zonder wet en regel opereren tussen verschillende landen. Het kan niet toch. We kunnen toch niet toestaan dat we plotseling zoveel verschillende nationaliteiten zien in het land. We zien het bij vreemdelingenzaken. We zien het op de stoep van vreemdelingenzaken. Overal zien we die mensen. Ik heb hier begrepen ook militaire politie. Dan stel je toch vragen als burger. Wel, als ik de vragen stel, dan last aan de resterende mensen van de bevolking. En we dienen die vragen te stellen aan de regering. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er in Suriname? En we mogen dat doen. Het is ons democratisch recht. En wanneer mensen als Jogi op een bepaalde methode, manipulatieve tactiek, ons mond wil dichtmaken, ons mond wil snoeren, dan is dat ook duidelijk. Dat is duidelijk het verdedigen van het smokkelbeleid van deze regering. Gelooft u me, ik ben begonnen en mijn eerste aanzet is geweest om die brief naar de PG te sturen, omdat het is begonnen met die Bollywood film. Die Bollywood film dat de regering zogenaamd naar binnen heeft gehaald. En wat blijkt, dat er mensen binnen zijn gekomen, dat het bedrijf mee heeft gedaan aan mensen smokkelen. En ik heb aandacht daarvoor gevraagd. Ik heb naar de PG geschreven. Er is toch steeds geen antwoord. En u ziet nu wat er gebeurt. Dat mijn aanzet toch wel duidelijk is aan wat er gebeurt hier. Dat de mensen inderdaad illegaal komen in het land zonder documenten. Een persoon die rechtvaardig is en waardig is, gaat niet van een land naar land zonder documenten reizen, wetende dat hij opgesloten kan worden, wetende dat hij zijn bestemming niet gaat bereiken. Het is toch BS wat meneer Van Samson zegt als DNA-lid. En dan word je boos, toch? Het maakt me kwaad omdat je weet wat er gebeurt en je bent gewoon bezig het beleid te verdedigen en te ondersteunen. Dan liever ga je taxi rijden.